Het is een heel ervaring. Ik had verwacht dat ik meer zou huilen, maar het gaat goed. We houden hem nog droog. Laurens, de McDonald's aan de Wippel, de Laan in Wateringen, is vandaag voor de laatste keer open. Sta je hier met weemoed? Nou, weemoed niet, maar wel met een dubbel gevoel. Het is natuurlijk wel een heel mooi restaurant en al 25 jaar onderdeel van onze familie. Dus dat is wel een dubbel gevoel, zeker. En ook voor de mensen die hier werken. Want waarom moeten jullie eigenlijk dicht? Nou, dat heeft te maken met de omgeving. Dus de weg wordt hier aangepast. En op termijn moet ook het tankstation weg waar wij bij zitten. En dat betekent dat wij op termijn plaats moeten maken. Je hebt wel een hele bijzondere dag uitgekozen om een hamburger te nemen. Ja, toevallig. Het had zo moeten zijn, denk ik. Ik wist niet dat het dicht ging. Ik zag jullie net staan en ik hoorde het. Dus ik dacht, gek. Maar ja, ik kom hier best wel lang al. Vroeger, toen ik nog wat jonger was, altijd op zaterdag naar de voetbal ging ik hier eten met mijn teamgenoten of met mijn vrienden. Dus ik ben er zeker vaak geweest, ja. Een paar honderd keer denk ik dan wel. Ja, dat zou je zomaar aan kunnen komen, ja. En als mensen hier nu morgenochtend voor de deur staan, wat zien ze dan? Ja, dan zien ze dat het geen open McDonald's restaurant meer is, maar dat we ze doorverwijzen naar onze andere restaurants en bedanken voor 25 jaar McDonald's. En smaakt die dan extra lekker nu, die McChicken? Ik heb er wel van genoten, ja. En helemaal nu ik weet dat het de laatste keer was hier. Heel jammer, maar goed. Ik ben hier aangenomen, toen was ja, je gaat lekker alles doen. En dat vond ik ook leuk. Dus lekker buiten, maar ook gewoon af en toe in de keuken. Bij het raam, mensen een bestelling opnemen, mensen een bestelling meegeven. Hoe smaakt die? Goed, perfect. Perfect. Zelfs dus altijd. Ook hele leuke situaties gehad. Van de week had ik iemand die kwam. Die heb ik wel vaker, die komen altijd koffie halen. Dus ik geef hun de laatste keer koffie mee en ze kwamen aan met een doosje chocolaatjes. Alsjeblieft. Wat maakt dit filiaal, de McDonald's aan de Wippel, de Laan in Wateringen, nou zo bijzonder? Nou, wat bijzonder maakt is dat het een onderdeel is samen met een tankstation. Dat zie je niet heel vaak in Nederland. Dus dat is bijzonder. En het is het kleinste restaurant van Nederland. Als het gaat om een McDrive restaurant. En het is ooit geopend met één raam. Later hebben we nog een tweede raam toegevoegd is dat echt wel gegroeid en is het wat dat betreft een uniek restaurant. En nu jas aan en nooit meer terugkomen. Ja, dat klopt. Ga lekker naar huis. Heel raar, heel raar. Ik denk dat ik de komende 3 weken ook nog gewoon iedere zondag ga hebben van ik moet naar mijn werk. Maar